Hoe gaat het nu met BZV-koppel Bastiaan en Milou? Bastiaan en Milou waren misschien wel de grote verrassing van het afgelopen seizoen Boer zoekt vrouw. We kijken vandaag eens hoe het met de twee is en of ze nog samen zijn. Oké, we geven het eerlijk toe, de liefde tussen Bastiaan en Milou kwam ergens een beetje onverwacht. Milou was een echte globetrotter, en Bastiaans boerderij in Arnemuiden is nou eenmaal niet bepaald hip en happening. Echte liefde gedijt echter zelfs in Arnemuiden. Wat heet, boer zoekt vrouw. Boer Bastiaan en zijn vriendin Milou zijn van plan om serieus werk te maken van hun relatie. Door de coronacrisis woonde het stel praktisch al samen, maar binnenkort wordt dat een permanente situatie. Samenwonen. En kinderen voor Bastiaan en Milou? Vooralsnog gaat het dus enorm goed met Bastiaan en Milou. Zo goed zelfs dat volgers op Instagram zich hardop afvragen of Milou misschien al een kindje verwacht. We hebben het verlossende antwoord voor je, zover is het voorlopig nog niet, maar het stel denkt in ieder geval al wel aan kinderen. Ik wil wel graag een gezin gaan stichten en dat hoeft ook niet jaren meer te duren, vertelt Bastiaan aan RTL Boulevard. Dat is wel wat in het toekomstbeeld ligt. Gelukkig denkt zijn liefje Milou daar net zo over. Dat was uiteindelijk wel de insteek. Milou en Bastiaan hebben elkaar dus helemaal gevonden. Voor wie wekelijks op de hoogte gehouden wil worden van hun wel en wee is er goed nieuws. De twee ontpopten zich een paar weken geleden namelijk tot YouTube-vloggers. Elke zondag nemen Milou en Bastiaan je mee in hun dagelijks leven. In hun meest recente vlog vertellen de BZV-deelnemers u bijvoorbeeld alles over het effect van de droogte op de gewassen. Ook zie je de twee allerlei klusjes op de boerderij uitvoeren. Met andere woorden, de twee hebben hun draai samen al helemaal gevonden. Hoe is het met de andere BZV-oosjes? Helaas is de vlog van vandaag wat later, omdat hond Luna problemen heeft met haar achterpoten, zo vertelt Milou in haar Instagram-stories. Ten slotte daarom nog even een update omtrent Bastiaan zijn andere loges. In het afgelopen seizoen van Boer zoekt vrouw werden naast Milou ook Elise en Madeleine uitgenodigd voor de logeerweek. Maar wie nu haat en nijd tussen de dames verwacht, zit er gelukkig helemaal naast. Sterker nog, Milou, Elise en Madeleine hebben het hartstikke gezellig met elkaar. De dames die eerder streden om het hart van Boer Bastiaan zijn inmiddels goede vriendinnen geworden. En nu we het toch over haar hebben, gelukkig zorgde Cupido ook voor een enorme voltreffer in het leven van Elise. Na de opnames van Boer zoekt vrouw liep ze een oude vriend van de middelbare tegen het lijf, waarbij de vonk opeens oversprong. Ben je benieuwd hoe het met de andere afgevallen kandidaten gaat? Ook dat zochten we natuurlijk voor je uit.